Almelo is een middelgrote stad met ruim 70.000 inwoners. Een oud bestuurlijk centrum in Twente. Groot geworden door textiel en confectie, thans vooral metaal, elektro en high-tech. En regionale diensten, waaronder justitie, gezondheidszorg en voortgezet onderwijs. Maar Almelo heeft meer in vergelijking met andere middelgrote steden. Almelo is ook een groene stad. Van vier kanten dringt het groen diep de stad in. Dat noemen wij in Almelo onze groene longen. De oostelijke, met huizen Almelo en de Gravenallee. De noordelijke, met de boerderijen langs de Vissendijk. De zuidelijke long, met onder andere het groen van het Nijrheidsbos. En de westelijke long, met onder andere de Beeklust en landgoed de Bellinkhof. Op een rondgang door onze groene longen worden we begeleid door Ab Gieteling. De oorzaak van die bijzondere situatie is de centrale ligging van een kasteel met een uitgebreid landgoed. Het landgoed wordt beheerd door een reeks adellijke families vanaf de 13e eeuw. De laatste eeuwen zijn dat de graven van Rechter Limpurg. Door hun behoudende beleid is er veel groen behouden voor het moderne Almelo. En daar mag het dankbaar voor zijn. Ja, we staan hier dus aan het begin van de jachtlaan van het kasteel van Almelo. Die dateert uit de 18e eeuw, dacht ik. En die is een paar kilometer lang. En dat is eigenlijk het hart van de mooie groene long aan de oostzijde van de stad. Het is erg jammer dat die doorbroken is door een randweg van Almelo om het verkeer in de binnenstad te ontlasten. Maar het is een prachtige laan met eiken aan beide kanten. We staan hier op de brug over de Loulée in de jachtlaan. En dat is dus een van de belangrijke wateren voor Almelo van oudsher. Hij is hier wat verbreed in verband met de afwateringsproblemen. Daardoor is in het midden een eilandje ontstaan, een vogeleiland. En langs de bermen van de Loulée zijn wandelpaden aangelegd. De vijver in het Gravenbos. Een mooie romantische plek die lang heeft gediend ook als ijsbaan voor de burgers van Almelo. De grafkelder van de Van Rechters, diep in het bos, opgetrokken in klassicistische stijl en met de kleuren van de familie op de deuren, dezelfde kleuren die je ook vindt op alle pachtboerderijen.
tolhuis van den Huize Almelo. Het toltarief goedgekeurd bij koninklijk besluit van 28 februari 1837 was onze koning Willem I. Ik zie hier een bok, geit of hond gespannen voor een rijtuig met wielen. Een halve cent. Dit deel van het landgoed, terzijde van de jachtlaan, is in de 30e jaren herverkaveld. En daardoor vinden we hier rechte lijnen in onderscheid met de rest van het landgoed. Maar die rechte lijnen hebben ook hun attractie. Aan een van de kronkelende lanen ligt een oude pleisterplaats. Nu in gebruik als zelfbediening voor wandelaars en fietsers. Koffie en thee en je kunt er betalen zonder controle. We verlaten de oostelijke Groene Long via een andere brug over de Bulwee. We bevinden ons hier aan de Vissendijk. Dat is het begin van de noordelijke Groene Long. Het was destijds en eigenlijk nu nog een deel van het landgoed van Huize Almelo. En daar is een belangrijk stuk van in gebruik genomen voor een groot epicentrum. En daar worden de Almeloze Ruiterdagen gehouden. Op de gevel de graaflijke kroon met de initialen van Van Rechteren en de datum. De koeien zijn van een Engels ras hier voort. Het zijn geen zuivelkoeien. De noordelijke Groene Long wordt doorsneden door een rondweg. Het is wel een mooie laan. Aan het eind van de noordelijke Groene Long, het tolhuis, de Aboer. Het begin van een uitgestrekt veengebied ontgonnen door Friese veners. Vanuit de zuidelijke buurt Nieuwland kijken we op de Groene Long Zuid, die beheerst wordt door een groot dennenbos, het Nijrisbos. Als fietser komen we eerst langs een wijngaard. Op de fiets
komen we door een van de paden van het Nijlers Bos tot aan de weg, de oude weg, Almelo-Twickel-Delden. Terzijde van de weg, de hoogste berg van Almelo, de Nijlersberg. Het is een deel van een paar stuifduinen die ook in de winter worden benut. Als we de weg vervolgen, komen we in het gebied van de doorbraak. De Zuidlong wordt hier doorsneden door een nieuwe waterloop, die ook nieuwe natuur schept. Krikkehaar is het verste punt van de Zuidlong. Het huis is het eerste natuurvriendenhuis van Nederland uit 1928. Het huis is nog steeds in gebruik en wordt vooral in de zomer bezocht door hele gezelschappen. De westelijke long ligt in de Wierdense Hoek, waar een deel is ingenomen door een woonwijk en een bedrijventerrein. Maar tot aan Wierden is nog veel groen gebleven. Niet alleen dankzij de graaflijke grond, maar ook door het landgoed van de familie Egbert en Kate, de Bellinghof. De Biklust, een voormalige buitenplaats van de bankiersfamilie Ledeboer. Ten Kate heeft het park gerenoveerd. Er worden in het zomerseizoen ook regelmatig openluchtvoorstellingen gegeven. Achter de Biklust, aan de andere kant van de Bik, ligt de Galerie Groeneveld.
De oudste boerderij in de Groene Long is Erve Pesie, met een geschiedenis die teruggaat tot 1200. De boerderij heeft een multifunctioneel karakter gekregen, omdat ze ook workshops organiseren en gelegenheid geven voor bijeenkomsten. We staan hier dus in de Wierdense Hoek. En dat is dus rondom de Wierdense straat die in 1830 als eerste straatweg werd aangelegd van Almelo naar Zwolle. En wat in de volksmond de textielbaronnen heet, die gingen wonen aan de Wierdense straat. En in de 20e eeuw zijn een paar van hen wat verderop gegaan richting Wierden en hebben in dat groene gebied een buitenplaats gezet. De eerste plaats de Bellinghof van Ten Kate uit 1920. Maar waar we hier staan bijvoorbeeld, dat is van Palte. En die hebben dat in 1931 gebouwd. En dat heette toen Wendelgoor. Tegenwoordig Schuilenburg. Maar de echte Schuilenburg van 900 jaar geleden, die ligt hierachter. Ja, hier achter mij stond dus 900 jaar geleden de sterkte van de bisschop van Utrecht, de Schulenborg. En die hebben ze ontmanteld in 1227, want toen is hij met het schip vervoerd in de richting Gramsbergen, want daar was de slag bij Arnhem geweest. Het hoogste deel wat achter mij ligt, dat was dus omgeven door een gracht. En het had nog een voorburcht, ook weer omgeven door een gracht. En het geheel is dus in 1227 ontmanteld. Tegenwoordig is het gebied weer onderdeel van het landgoed van Huize Almelo. En het heeft de status van Rijksmonument. De huizen zitten smangs beter en de hypotheken zitten varven. Hoor je wel eens zeggen. Maar dat geldt zeker niet voor de Bellinghof. Want het gebouw wordt uitmuntend onderhouden. Het huis is van de architecten Karel Muller en J.W. Hanraat. De tuin van Leonard Springer. De huidige eigenaar, Egbert Ten Kate, heeft de buitenplaats uitgebouwd tot een landgoed van 45 hectare. De Kate speelt ook een actieve rol in de Almeloze groenlobby. Hij bevordert via een stichting Almelo Parkstad ook de laanbeplanting langs de hoofdwegen. De geluidsval langs de Wierdense straat wordt onderhouden met behulp van schapen. Dat betreft ook het groen aan het eind van de westelijke long, waar het waterschap wederom nieuwe natuur creëert. En met deze beelden is onze rondgang ten einde. Het geheel illustreert dat Almelo met recht mag heten de Groene Stad.